Wethouder Jan Goorjaerts opende maandagmiddag een rechtswinkel bij de bibliotheek in Veghel. Een primeur voor Meijerijstad. En de wethouder zei dan ook blij te zijn dat inwoners van de gemeente hier terecht kunnen voor gratis juridisch advies. Voor ons meteen een geslaagd idee, omdat het voor ons een stukje verlenging van de dienstverlening is naar onze inwoners, onze burgers. En daar staan we voor. Daar willen we ook graag minimaal een 8 scoren op dat niveau, dus daar kunnen jullie aan bijdragen. We wensen ze uiteraard heel veel succes hiermee, omdat wij vinden dat dit een aanvulling is voor onze inwoners. Dat de inwoners hier vrij binnen kunnen wandelen om advies te krijgen op juridisch gebied van nou, waar loop ik tegenaan, hoe kan ik hier een volgende stap in zetten en wie kan me daarbij helpen. Aan de andere kant hoop ik natuurlijk dat er niet te veel inwoners hier zich moeten melden omdat er juridisch advies nodig is. Omdat wij toch proberen om dat te voorkomen met z'n allen. Maar uiteraard zijn ze wel. Het juridisch loket is een initiatief van rechtenstudenten Rodrigo van Asseldonk en Vince van Hoesel. Vince en ik die wilden samen bij een rechtswinkel gaan werken. Maar toen zagen we tot onze grote verbazing dat er in onze gemeente, de gemeente Meijerijstad, een gemeente met 81.000 inwoners, nog geen rechtswinkel was. En dat vonden we best wel opmerkelijk. Dus toen zeiden we tegen elkaar, waarom gaan we zelf geen rechtswinkel opzetten? Is het dan makkelijk om binnen te komen? Ik denk dat wij als rechtswinkel zeker toegankelijk zijn. Dat is ook het hele idee. Dat we op een laagdrempelijke, toegankelijke manier juridisch advies kunnen geven aan de inwoners van de gemeente. Daarom hebben we ook gekozen voor de locatie van de bibliotheek. Want ik denk dat de bibliotheek is een plek die centraal staat als een plek voor iedereen van de gemeente. En in die zin denk ik dat wij zeker toegankelijk zijn. Iedereen is bij ons welkom. U kunt via vrije inloop binnenkomen, maar u kunt ook een afspraak maken via de website. Als jullie het zelf niet af kunnen, hoe gaat het dan? Als wij het zelf, onszelf, als het ons te boven gaat, dan hebben wij onze partnerkantoren waar wij mensen kunnen doorsturen. Voor de mensen is het natuurlijk belangrijk om te weten, moet ik geld meebrengen? Goeie vraag. Nee, is daarop het antwoord. Want het is kosteloos, laagdrempelig juridisch advies. En daar is waar rechtswinkel Meijerijstad voor staat. Hebben jullie al een beetje ervaring met andere collega-studenten? Zeker, we hebben Femke Kuipers als masterstudent. Zij heeft al enige ervaring bij andere rechtswinkels en we hebben haar weten te strikken voor deze rechtswinkel, waar we heel erg trots op zijn. Rechtswinkel Meijerijstad is iedere maandagavond van 7:30 tot 9:30 geopend in Kamer de Postbode van de bibliotheek aan de Markt in Veghel.